Kijk me slurpen, het is echt ongelooflijk lekker. Hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Ben je nog geen abonnee? Klik hieronder op het rode knopje en daarnaast op het belletje, want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. Oké, prima. Ik ga in 20 minuten een heerlijke spaghetti maken met gebakken champignons. Nou, je hebt ongeveer 300 gram voor 4 personen spaghetti nodig, 250 gram witte champignons, 1 grote ui, mag wit of rood, 1 tros tomaat, platte selderij, ongeveer 50 gram, 1 hele citroen, geperst voor de frisheid, en daarna kruiden zoals oregano. Nou, lekker bakken in olijfolie en zout naar smaak. Goed, als eerste heb ik alle groentes grondig gewassen met baking soda en azijn. En dus klaar om in kleine schijfjes of stukjes te snijden. Ik begin allereerst met de ui in kleine stukjes te snijden. Je mag ze ook in ringvorm snijden, wat jij wilt. En daarna de platte selderij ook in hele kleine stukjes snijden. De champignons snijd je in hele dunne schijfjes. Goed, ik pak mijn koekenpan erbij. Doe ongeveer 3 eetlepels olijfolie. Zout naar smaak. Bak de uitjes tot ze glazig zijn. Zodra de uitjes glazig zijn, doe ik wat kruiden erbij, mag je trouwens helemaal zelf weten. 1 theelepeltje currypoeder, 1 theelepeltje paprikapoeder, 1 theelepeltje knoflookpoeder en dan lekker goed roeren. En daarna doe ik de 250 gram champignons. De champignons die worden best wel heel snel gaar. Ik bedoel, in 5 minuten zijn de champignons echt al gaar. Voeg daarna de helft van de platte selderij en roerbak deze samen met de champignons. Nou, voor de frisheid doe ik een hele citroensap. Die pers ik dan op de champignons. De tros tomaat ook in stukjes snijden. Nou, voor de extra kruiden doe ik 2 theelepeltjes vega bouillon en 1 theelepeltje oregano. Voor een mooie structuur en kleur doe ik ook nog erbij biologische tomatenpuree en de rest van de platte selderij. Het ziet er heerlijk uit. De spaghetti champignon saus is klaar. Goed, het volgende stap is spaghetti. Hele gemakkelijke onderdeel. Ongeveer 6 minuutjes koken in ongeveer 2 liter water. Ik breek de spaghetti normaliter altijd in tweeën. Je mag ook in drieën breken, want dan is het gemakkelijker om te eten. En daarna al het water eruit gieten. Ik doe ook ongeveer 1 eetlepel plantaardige boter. En dan ga ik de spaghetti voorzichtig mengen met de saus. Meng de spaghetti en de champignonsaus tot 1 geheel. En moet je kijken, wat ziet het er toch weer heerlijk uit.
Nou, voor een zoet-zure smaak doe ik ook ongeveer 1 eetlepel dadelsiroop. Hoeft niet, mag. Goed, en daarna zijn we tot het laatste onderdeel gekomen, namelijk proeven. Ik ben echt zeer benieuwd hoe dit gaat smaken. Het hele huis ruikt naar heerlijke spaghetti. Moet je kijken, het ziet er heerlijk uit. Nou, proeven maar. Heerlijk. Echt, dit is zo goed gelukt. Kijk me slurpen, het is echt ongelooflijk lekker. Mochten jullie deze video een hele leuke video vinden, geef dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee, klik hieronder op het rode knopje en daarnaast op het belletje. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Wees er voor elkaar. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Dag!